Grote vriend, heb jij een stelling voor me? Ik heb een stelling voor je. En die luidt, ik zou in deze tijd van social media ook nog steeds profvoetballer willen zijn. Ja, want ik heb in de tijd van social media ben ik profvoetballer geweest. Alleen ik weet ook de andere kant. Maar ik ben nooit echt zo van de social media geweest dat ik alles maar erop gooide. Maar ja, je hebt ze erbij die dat heel erg belangrijk vinden. Nee, die social media kunnen mij gestolen worden. Ik vind dat echt een afvalputje van onze maatschappij. Ja, dat was in mijn tijd nog net niet zo. Weet je? Je kon nog lekker gewoon je ding doen. Ik denk dat het makkelijker was in onze tijd. Wij konden gaan en staan waar we wilden. Ik zou wel voetballer willen zijn in deze tijd. Iedereen die maar even in een opwelling wat vindt, plaatst dat tegenwoordig. In onze tijd moest je een brief gaan schrijven om iemand wat duidelijk te maken. Ik hoop dat een van mijn kinderen ook ooit voor Oranje komt te spelen. Ja, natuurlijk hoop je dat. Het is lastig. Zeker ook omdat ze extra druk meekrijgen. Want ja, het is toch. Ik ben een record international, dus heel veel toernooien meegemaakt. Altijd op het hoogste niveau gevoetbald. Dus ja, die gaan wel met een bepaalde druk spelen. Als ze überhaupt al voetballer worden. Ik zou het ze van harte gunnen. Maar het belangrijkste voor mij is dat ze iets gaan doen waar ze heel gelukkig van. Het grappige is dat ik toen hij geboren werd, zei van. Nou, over 18 jaar. Dan zit ik dus in de Kuip op de tribune. Als Joël heet hij, zijn debuut voor het Nederlands elftal maakt uit een dolletje. Oh ja, natuurlijk hoop je dat. Maar dat is geen voorwaarde om voor je kinderen te houden. Ik geloof niet dat gaat gebeuren. Als al die gaan tennissen, hoop ik dat hij op Wimbledon staat bijvoorbeeld. Ja. Dus, nou ja, de oudste die is goed bezig. Ja. Dus die is ook bij Utrecht. Dat hoopte ik ook. Junior is onze jongste en die speelt dan bij Telstar. Maar het is een ander niveau dan een Nederlands elftal. Wie weet, een kleinkind. Als ik het voor het kiezen had. Dan had ik een andere loopbaan willen hebben. Nee. Nee, dan zou ik niet voor een andere carrière zijn gegaan. Want ik vind als je beslissingen neemt, dan doe je dat op basis van dat je er goed over nadenkt. Dan zou ik voor exact hetzelfde zijn gegaan als wat ik nu heb gedaan. Ik ben trots op mijn carrière. Ik heb bijna alle prijzen gewonnen die ik maar kon winnen. Nee. Om de eenvoudige reden dat ik niks anders kon. Misschien alleen de periode bij Madrid. Dat had ik graag misschien wel over willen doen. Maar aan de andere kant heeft me dat ook weer ingebracht waar ik heel succesvol ben geweest. Alle grootste voetballers kunnen zelf bepalen waar ze speelden. Maar van dat niveau was ik niet. Dus ik moest altijd wel een beetje kijken waar ik een aanbieding kreeg. Wat was je eigenlijk geworden als jij geen profvoetballer was geworden? Geen flauw idee. Ik denk stucadoor.